Suriname had in 2016 geen schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar toen de vorige regering met het IMF onderhandelde. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de omstandigheden nu heel anders zijn in vergelijking met 2016. Het staatshoofd benadrukt dat onze schuldpositie nu meer dan 130% is van ons bruto binnenlands product. Weet je wat het betekent? Dus met je inkomsten ga je het niet kunnen aflossen. Ook al verdien je nog zoveel. Want je moet ook rente aflossen. Dus we moeten terug om onze schuldpositie te verlagen. En daar hebben we ook die ondersteuning nodig van IMF. IMF is niet alleen een instituut dat bijstand geeft, technische bijstand geeft, financiële ondersteuning geeft, maar IMF is ook het vertrouwenwekkend instituut naar de internationale kapitaalmarkt, als je daar zaken wil doen. En zo zie je namelijk in het traject van ons financieel adviesbureau Lazard, werken we ook samen met IMF. We onderhandelen met betrekking tot aantrekken van goedkoop kapitaal met verschillende instituten. Ook zij eisen, als je met mij wil praten en mijn kapitaal wil hebben, moet je samenwerken met IMF. Ook zij willen namelijk dat de economie hervormd wordt in dit land. Niemand gaat geld hier stoppen in dit land als er geen hervorming komt van die economie. En wij willen allemaal die hervorming van de economie. Dat is een ander verschil, meneer Bijam, 2016 en nu. Deze regering wil de economie herstellen. De regering van toen wilde die economie niet herstellen. President Santokhi zegt dat de vorige regering zogenaamd een IMF-agreement heeft getekend. Dat had ze echter nodig om elders een lening te nemen. Ik noem dat een staatsoplichterij. Waarbij men zogenaamd met IMF een deal gesloten heeft voor een financiële injectie van ruim 480 miljoen US dollar tegen rente van 1,05%. Natuurlijk zou men daarmee de economie herstellen. Dat hadden wij nodig in 2016 om die economie te herstellen. Zouden vandaag niet in deze ernstige financiële crisis zitten. Maar wat heeft die vorige regering gedaan? Het concept van IMF genomen en naar Wall Street gegaan in New York. En gezegd, kijk, dit gaan we uitvoeren. Geef me uw geld. En daarmee hebben ze 550 miljoen kunnen lenen op de internationale kapitaalmarkt. En schrikt u niet, tegen rente van 9,25%. En toen het geld binnenkwam, heeft men IMF gestopt. IMF, ik heb je niet meer nodig. President Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen in de congreszaal. Hij zegt dat de huidige regering één is van behoorlijk bestuur.